We zitten hier heerlijk in de ochtendzon bij tent 6 op het strand van Zandvoort. We gaan even terugkijken op de afgelopen zomerperiode. Wat is er gebeurd op de markt in Zandvoort? En wat verwachten we van de komende maanden? Het is toch een beetje onzeker geweest, maar het is goed verlopen. In het lopende jaar zijn 159 woningen in Zandvoort verkocht. Tegen de gemiddelde koopste van 370.000. Grevenmaker heeft er van 67 woningen verkocht. Daarmee is ons marktaandeel 43%. En onze gemiddelde koopsom ligt een stuk hoger, namelijk 425.000 euro. Een paar voorbeelden van woningen die we succesvol verkocht hebben zijn de Stationstraat 1A. Leuke halfvrijstaande woning in het centrum. De vraagprijs was 425.000 en die is heel goed boven de vraagprijs verkocht. Maar ook bijvoorbeeld een eengezinswoning op de Secretaris Bosmanstraat nummer 45. Hier was de vraagprijs 399. Die is ook succesvol verkocht. Maar wat ook erg leuk was, was een heel groot pand op de Zeestraat 65 met een verhuurbaar appartement. De vraagprijs was 650 en die is ook ruim boven de vraagprijs verkocht. Voor de rest van het jaar verwachten we geen grote verschillen in de markt. Op dit moment staan er 117 erg leuke woningen te koop in alle prijsklasses. Kijk op onze site www.grevenmakelaar.nl en wie weet zit jij binnenkort heerlijk aan een kopje koffie aan het Zandvoortse strand.